Tadaa! We are back! Onze Charles is ook weer terug. Hallo! Zoals jullie horen. Nou, ik heb vandaag bij mij iemand te gast. Hij had mij benaderd, een tijdje geleden. En toen had ik gezegd van, is goed, kom lekker langs. Toen kwamen we elkaar tegen bij Corné van Mook. Klopt. Toen liep ik een per ongeluk. Mensen, staal voorbij. Ben ik normalerwijze niet. En op een gegeven moment toen zei hij, ken je me niet meer? En toen hij zijn naam pas noemde, toen had ik pas in de gaten van, ja joh, ik heb jou 3 dagen eerder gesproken en dan heb ik het over Damien. Klopt inderdaad. Hé, hey, nou, goeie avond. Goeie avond. Nou, wie is Damien en waar komt hij vandaan en wat doet hij allemaal? Ja, ik ben Damien, 21 jaar oud. Ik kom uit Breda. Ik ben zanger, zoals jullie waarschijnlijk wel begrijpen. Ik heb ook nog een evenementenbureau, dus dan moet je denken aan partyverhuur en geluidsschuiven voor andere artiesten. Ja, ja, klopt inderdaad. Hoe is voor jou de liefde van het zingen begonnen? Ja, het is eigenlijk heel raar gelopen. Ik was ooit in de kroeg, gewoon voor de gezelligheid. En daar heb ik de microfoon gepakt. En uiteindelijk kreeg ik de vraag vanuit de festivalorganisatie. Wil je bij ons een liedje komen zingen? Ja. Dus ik zei, nou ja, dat is goed, dat lijkt me wel leuk, weet je wel. En ja, ze zien dus balletje gaan rollen. En dus ik mag niet klagen over de drukte op dit moment. Dus, nee, dus maar hoe oud was je toen eigenlijk ongeveer? Ja, 20 denk ik. Ja? Ja. Dus eigenlijk toch wel weer pas eigenlijk ja, in die schoenen gestapt. Ja, nog niet zo heel lang, nee. Maar was je daar van tevoren ook niet eigenlijk bezig met het zingen? Ja, jawel. Jawel, af en toe wel voor de gein zo eens ergens de microfoon pakken of zo. Maar niet echt. Ja, of bij bejaarden zingen in een bejaardenhuis, dat deed ik dan wel voor de leuk. Maar echt professioneel zingen, nog niet, zeg nee, maar zo. Maar nou heb je het net over bejaarden. Ja. Wij hebben een jonge gehad, Giovanni Valent. Ja. Yeah. Die kan heel goed elektrisch gitaar spelen. Die heeft nu afgelopen weekend ook in een bejaardentehuis staan spelen. Oh, oké. Okay. En jij hebt bij bejaarden eigenlijk staan zingen. Klopt. Hoe komt dat voor jou over als je dat daar staat? Want ja, die mensen hebben hele andere muziek van hun verleden dan wat je nu hedendaags zingt. Klopt. Hoe voelt dat voor jou om mensen dan toch mee te kunnen krijgen? Om herinneringen naar boven te halen bij die mensen? Ja, dat is gewoon heel mooi om natuurlijk dan hun blije gezichten te zien. Ja, de meesten die, die daar zitten, die zijn in de laatste maanden, jaren, zoals we het dan maar zeggen. En dan zie je ze toch op zulke momenten wel genieten, zeg maar, en echt blij zijn. Hè, kijk, weet je, zo heb ik ook meegemaakt. Mm-hmm. Dat er een vrouw was die al 4 jaar niet meer had gelopen, 4 jaar niet meer had gestaan. En ik ben aan het zingen en ze begint te dansen. Dus dat was gewoon ja, echt super mooi. En dat doet je dan ook wat als zanger, zeg maar. Dat je iemand gewoon op zo'n moment gewoon beter maakt. Ja. Zeg maar. Gewoon helemaal opvrolijk. Dat, ja, ik zeg fijn. Altijd, je maakt voor die mensen en vooral een beetje de mensen die aan het dementeren zijn. Ja. Je maakt voor die mensen weer een soort deur open. Klopt. Naar het verleden, waar dat ze ja, eigenlijk nog van alles wisten en konden doen. Ja, ja. Dus de voldoening kan ik heel goed begrijpen van jou, van wat je daarbij voelt. Maar wist jij op met het zingen wat voor kant van stijl dat jij op wilde? Want ik heb jouw eerste single gehoord, maar daar gaan we daar ook nog even over praten. Maar wat voor kant van stijl wilde je eigenlijk heen? Ja, ik weet niet. Ik vond het eerst lastig. Ik heb natuurlijk van alles geprobeerd. Nederlands, Engels, country zelfs ook nog een tijdje. Ook nog. Maar dat was allemaal maar een beetje proberen. En uiteindelijk ja, ben ik toch echt wel achter gekomen dat het Nederlandse volkslied zeg maar gewoon echt wel een beetje ja, mijn ding is zeg maar. Maar dan wel het liefst richting de wat uptempo kant zeg maar. Dus ja. Ja, Raymond Hermans is bijvoorbeeld wel een voorbeeld zeg maar. Ja, dat vind ik wel heel leuk zelf. John West vind ik ook heel leuk. En ja, daar kijk ik toch wel een beetje van af. Van ja, wat zingen hun zeg maar. En ja. Wie is jouw grote voorbeeld dan? Raymond Hermans, ja. Heb je hem ook wel eens in Leven de Draai ontmoet? Nee, dat nog niet. Nee, dat is nog wel, nog wel mijn, ja? Mijn doel, zeg maar. Dat wil ik nog wel een keertje, inderdaad. Maar, mm-hmm. Ja. Hey, je vertelde het al, je hebt een soort, zeg maar, een klein bedrijfje, noem ik het dan. Mm-hmm. Want je zingt, je Klopt. Hebt geluid, je hebt een evenement, iets. Ja. Maar hoe lang doe je dit eigenlijk al? Het zingen nu een jaartje, ja. Maar evenementen ben ik heel jong mee begonnen. Ja. Ik denk dat ik een jaar of 13 was en toen deed ik het eigenlijk kleinschalig voor de buurt.
En toen ben ik uiteindelijk een stichting op gaan zetten voor kinderen die wat minder te besteden hebben. En die ook niet zo'n fijne jeugd hebben, zeg maar. Om ze dan toch wel een fijne jeugd te kunnen bieden, zeg maar. Dus ja, ik begon als klein kind om uit mijn eigen zak gewoon leuke dingetjes te kopen voor andere kinderen, zeg maar. En zo heb ik dat tot mijn 19e, 20e. Dus daar heb ik dat eigenlijk wel echt fulltime gedaan bijna. Dus en, uiteindelijk was ik ook het grootste activiteitenbureau in Oosthout. Dus we werden uiteindelijk best wel bekend. En dat was voor mij ook echt wel een voldoening. Het was wel leuk, zeg maar, omdat ik heel klein ben begonnen. En dan als je dan zo groot mag worden, dan is dat wel echt, dan maakt je wel blij, zeg maar. Dat is wel mooi. Hey, als je het zingen niet opgepakt had, wat had je dan gaan doen buiten om het evenement te gebeuren? Dan had ik een café gestart. Ja? Ja, en dat is nog steeds wel mijn droom. Ik zou nog steeds wel een café willen starten. En daar zijn we ook voor aan te kijken, dus... Kijk ik ook even die kant op. Want dat is je Dat is mijn vriend, ja. En jij steunt hem ook overal in? Ja, zeker. Ja. Zou jij ook... Ik ga even richting die... Sorry mensen, buiten de camera op. Maar... Hoe ben jij achter hem gaan staan in verband met het zingen? Want je weet, het is een hele grote slangenkuil. Ja. Laat staan dat hij een paar dompers er bovenop krijgt. Zou je hem dan toch blijven zeggen van jongen, blijf het proberen? Of ga er boven staan? Ja, gewoon altijd inderdaad blijven proberen. Ik ben eigenlijk ook bij elk optreden mee geweest. Eén, omdat ik het ook wel leuk vind. En twee, om hem te steunen. En ja, als het een keer niet goed gaat of wat minder, dan zeg ik ook, ja, dat heeft elke zanger wel eens. Maar gewoon door blijven gaan. Iedereen heeft wel eens een keertje, bijvoorbeeld een shitdag, waardoor het iets minder gaat. Nou, dat is bij elke zanger zo. Dus gewoon namelijk kop omhoog en doorgaan. Kijk, dan heb je een goede steun achter de muur. Zeker, zeker. Hey, we worden in het donker gezet. Krokantisch. Krokantisch? Foutje van de productie. Nou ja, ik wou net over de kermis gaan beginnen. We begonnen al met blauw licht. Precies. Je treedt op heel veel kermissen op, heb ik de laatste tijd gezien, want je agenda was overvol. Het was de laatste tijd inderdaad relatief druk, ja, en sowieso met de kermissen dan. Nog de optredens daarnaast dan in het weekend natuurlijk. Ja, en het kermiscafé, daar ga ik dan regelmatig mee, zeg maar, om dan daar op te treden. Afgelopen week stonden we in Weert, de hele week, dus dat was ook al heel gezellig. En eigenlijk zou ik er maar tot dinsdag staan, maar uiteindelijk kwam de gemeente Weert naar de eigenaresse van het kermiscafé. Hey, is die er woensdag ook? Want het is zo gezellig. Dus ja, natuurlijk ga je dan geen nee zeggen. Nee. Het was zo leuk, dus we hebben gewoon gezegd, nou, we plakken de woensdag er ook nog achteraan. Ik merk aan jou, als je over het zingen begint, over de muziek, dan begin je eigenlijk te stralen. Van, dat is een ding van mij, dat kan niemand afpakken. Nee, dat is ook. Nee, ja, ik vind dat gewoon leuk. Ik heb dat... Ja, altijd al als kind was ik wel met licht en geluid bezig, zeg maar. Mijn oma die was altijd boos op me, want ik had heel de zolder omgebouwd tot discotheek. Oh jee. Dus daar hing helemaal vol met speakers en met lampen, rookmachines. Stond heel de zolder blank en één groot feest op de zolder. En dan kwamen ze altijd klagen, de muziek staat te hard. Was ik altijd al aan het lallen door de microfoon, zeg maar. Dus toen kende ik nog geen teksten, maar altijd wel bezig geweest met muziek. Maar ik denk als ze je nu zou zien, dat ze apetot zou zijn. Zeker, zeker. Hey, als ik zeg tegen jou, buiten podia of de Bruine Kroeg? Hoe bedoel je? Het optreden. Ja. Een keuze. Je vindt het leuk om het buiten podia te doen? Klopt. Of je vindt het leuk of binnen een café te doen? Dat Eén is, van de twee. Dat is lastig. Moeilijk, hè? Maar... Ik heb nou meerdere grote podia's gehad, zeg maar. En ik denk dat ik dat toch wel het leukste vind, zeg maar. Ja. Omdat dat doen de mensen lekker mee en het is lekker druk. En dat wekt je ook op, zeg maar. Dan is het voor jezelf ook een stuk leuker. Dan stond ik laatst in Amsterdam bijvoorbeeld. Heel ander volk. En ik stond daar in een cafeetje. Picket Annecy, dus natuurlijk best wel een bekend cafeetje. Bekend café. En ik moest daar optreden, maar dat was ook heel anders. De sfeer ligt daar heel anders, maar daar is het ook misschien normaal. Kijk, er is daar iedere avond feest, een zanger. Ja. Dus dan is het ook niet meer mega bijzonder, zeg maar. Maar ook in Breda sta ik ook wel eens in cafeetjes, overal en nergens in het land, zeg maar. Maar buiten podia's vind ik toch wel persoonlijk het leukste. Ja. Dus.
Maar je vertelt net al van ja, in het ene café is het eigenlijk altijd al feest, maar dan kom je binnen en jij moet dan nog optreden. Ja. En dan zie jij eigenlijk al wat er allemaal gebeurd is. Klopt. En dan zit je dan niet in je hoofd van welke nummers ga ik nu eens erin gooien om die mensen echt het feestgehalte toch te Dat is lastig, want je hebt natuurlijk altijd je repertoire, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk ook geen duizenden nummers. Dus nou heb ik ook gelukkig best wel veel. Maar dan moet je daar wel weer op inspelen van ja, wat ga ik doen, zeg maar. Ja, wat gaat hij pakken? Het is altijd wel lastig, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik start altijd met de eerste twee nummertjes sowieso gewoon vast mijn repertoire. En ja, daarna kijk ik van oké, bij die eerste twee nummertjes, de ene die begint wat rustiger en de andere die gaat meteen snel, zeg maar. Dan kijk ik oké, wat pakt de beste? En ja, dan ga ik mijn selectie maken, zeg maar, mijn keuze. De mensen die jou nog nooit hebben gezien, wat kunnen ze van jou verwachten? Welke artiesten zijn jij eigenlijk? Het is heel variërend. Raymond Hermans, John West, Django Wagner. Ja, Marco Schuitenmaker natuurlijk, de Engelbewaarder. Ja, die kan niet meer, die kan niet meer gemist worden. Dus ja, van allerlei. Vincent bijvoorbeeld, is ook overigens een goede kennis van me. Corné van me ook, zing ik ook zijn liedjes van. Dus ja, het is wel leuk. Is wel, Nou had je het over Marco Schuitenmaker, nou ben jij zelf 21. Ja. Er wordt jou een nummer voor je voeten gegooid. Het wordt ook een cover, net als wat Marco gedaan heeft. Klopt. En je denkt van, ja, dit gaat mijn nummer worden. Ik ga precies dezelfde kant op als hem. Dat verwacht ik dan weer niet, zeg maar. Nee. Het zal geen Engelbewaarder worden, maar ik denk dat daar de komende 100 jaar sowieso niemand overheen vliegt. Ik denk dat we daar niet meer onderuit komen. Nee. Dat is een feit, die stempel die staat. Precies, nee, ja, dat is natuurlijk een van de bekendste nummers nu. Maar mijn nieuwe nummertje, dat is ook wel een cover en iedereen kent het nummertje. En heel eerlijk gezegd heb ik hem al één keer op het grote podium gedaan, omdat ik het niet kon laten. Ik dacht bij mezelf van ja, dit is zo'n leuke groep mensen. Ik ga het gewoon doen, weet je wel. Ik dacht ik ga gewoon lekker zingen en kijken wat ze meedoen. Ja, en iedereen meteen in de Polonaise en ja, iedereen meteen meezingen. Dus het... Was jij gewoon niet nieuwsgierig om te kijken hoe dat de reacties zou zijn ook, als je hem zou zingen? Ook. Ja. Ik dacht bij mezelf van ja, zou hij het doen ja of nee, zeg maar. Dus ik was wel echt aan het kijken van oké. Ja, je zoekt een soort bevestiging erin of dat het ja, een goede keuze is. Ik dacht zelf wel van oké, nou dit wordt hem wel, weet je wel. Dat, ja. Ja, die zou wel meer beluisterd gaan worden als mijn eerste nummer tenminste. Maar nee ja, ik moet echt, ik moet zeggen, ik mag er niet over klagen hoe mensen erop reageerden, zeg maar. Dus, Nou begin jij net al over je nieuwe single, maar daar gaan we nog eventjes niet over hebben. Want je eerste single, ja, gevonden. Klopt. Die heb je bij Roy Otters opgenomen. Klopt inderdaad. En die staat eigenlijk ook bekend met een beetje het sausje van Raymond Hermans. Dat klopt ook. Want dat klinkt jouw nummer ook heel erg naar. Precies, ja. Maar je vertelde al, ik heb hem eigenlijk nog nooit ontmoet. Nee. Maar heb je die reacties als meer gehad van dat mensen zeggen, ja, ik denk dat ik Raymond Hermans ontmoet? Nou, sterker nog, ik kreeg laatst toevallig nog van iemand een reactie van, dat is helemaal niet jouw eigen nummer, dat is een nummer van Raymond Hermans. En ik zeg, nee, het is echt mijn eigen nummer. Ik heb het echt zelf geschreven. Dus nee, het is echt mijn nummer. Dat is apart, weet je wel. Mm-hmm. Ja, dus ze leggen wel meteen met mijn nummer inderdaad een connectie. Een link. Ja, naar ja. Raymond Hermans. Nou dus. Mensen, u moet echt eens het nummer op YouTube gaan opzoeken. Gevonden van Damien. En gaat hem eens luisteren. Is echt een perfect, moet ik eerlijk zeggen, een perfect nummer. En ja, echt een lekker optempo nummer. Zeker. Genietbaar. Hey, nou heb je tweede single klaar, daar had je net al een beetje wat dingen van verklapt. Ja. Maar nou heb jij ook op 21 oktober je cd-presentatie. Klopt inderdaad. Ja. Waar wordt die gehouden? In Café Santonio in Oosterhout, met meerdere artiesten erbij uiteraard. Weet je ook wie? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Nee, ik heb Nicky Bagen heb ik gevraagd. Davy Mone, Roy van der Veen, Tim Schot. Tim Schot is een jongen die zingt nog niet zo heel lang. Mm-hmm. Maar ik heb inmiddels al twee keer zijn geluid mogen doen, zeg maar. En ja, ik moet toch echt wel zeggen dat die jongen wel kan zingen. Ik denk wel tenminste dat hij er gaat komen. Ja. Dus ja, nee, ik denk dat dat wel
Dat wordt hem wel. Nou, geef hem nog een jaartje en dan staat hij in jouw schoenen om zijn eerste single misschien op te doen. Nou, hij heeft meerdere covers, heeft hij al uitgebracht, dus dat is wel heel leuk. En ik heb dan nog een zangeres erbij, Simone van der Velde. Die is blind, maar ze mankeert niks aan de stem. Nee. Dus zingen gaat ze heel goed af. Ook al een keertje op een avond geweest die ik heb georganiseerd. Ja. Ja, daar wil ik ze ook wel bij hebben. Dus, ik ben zeker benieuwd. Ik zal van haar heus wel iets terugvinden, denk ik. Ja. Dus ik ga echt even op haar naam googlen. En we hebben nog een mystery guest. Oh? Een mystery guest. Een bekende Nederlander? Nee. Iets veel bijzonders. Ja. Nou, dan ga ik mijn vriendinnetje Davy even inschakelen. Want die moet dan voor mij alles in de gaten houden. Ja, maar Davy Mone weet het ook nog niet. Nee, maar die is er dan die avond wel. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hey, nou heb je het best wel druk. Klopt. Je agenda zal echt behoorlijk voorlopen. En we hadden net al buiten gesprek van na 21 oktober loop je agenda ook alweer heel even door. Zeker. Maar als mensen toch jou willen boeken. Mm-hmm. Nou kan dat als zanger, als schuiven of een evenement te organiseren. Klopt. Maar waar moeten ze dan zijn om dat te kunnen doen? Ik heb een website, www.zangademium.nl. En natuurlijk alle social media en et cetera. En als je op Google mijn naam al intypt, Zangademium, dan komen de resultaten al naar voren. Dus het is op zich vrij makkelijk te vinden. En mijn evenementenbureau is dan ook nog te vinden als ACO Events, www.acoevents.nl. Dus. Nou, ik ga nog twee vragen aan je stellen, want daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Wat heb jij nog op je bucketlist staan? Wat op mijn bucketlist staat? Ja, dat is toch altijd wel lastig. Maar, ja, mogen het ook twee dingen zijn? Mogen twee dingen zijn. Oké, een eigen café. Dat is toch nog steeds echt wel wat ik wil. En dan wel een zangerscafé, zeg maar. Dus gewoon sowieso iedere vrijdag en zaterdag of zo. Dat er een artiest is die lekker gezelschap. Precies, die het gezellig maakt, zeg maar. En dan ook wel echt een feestcafé natuurlijk. Nee, het moet niet saai zijn. Nee. Het moet een groot feest zijn. En het andere wat op mijn bucketlist staat, is toch echt wel een keer met Raymond Hermans op een podium staan. Toch een keer met hem een liedje zingen of een nummer met Raymond Hermans uitbrengen. Zal ik dan iets stoms zeggen? Dan gebruik even die camera, want dan stuur ik het filmpje naar Raymond. Dat is goed. Hey Raymond Hermans, mij lijkt het ontzettend leuk als we samen een keer een liedje gaan zingen op een podium of samen een nummertje op gaan nemen. Nou, en die stuur ik dus door naar Raymond, dus dat gaan we echt doen. Dat is leuk. Nou ben jij zelf met 20 begonnen. Ja. En je zegt al, je hebt net al iemand op je cd-presentatie staan die eigenlijk ook net als bezig is en klopt, lerende is. Maar wat zou jij zo iemand mee willen geven? Ja, ga gewoon je dromen na, zeg maar. Ja, volg je wens laat je door niets tegenhouden, zeg maar. Kijk, iedereen heeft wel eens een keer een tegenslag, maar daar kom je ook alweer bovenop, zeg maar. En zo ben ik er ook in gaan staan en ik zeg al, voor de lol eigenlijk begonnen en toen eenmaal de kans gehad op een groot feest, meteen 1000 man voor mijn neus en dat viel nog best mee. Tuurlijk, toen ik de zaal in kwam lopen, toen dacht ik wel even bij mezelf van oké, hier sta ik dus dadelijk op het podium waar nu Johnny Gold staat. Ja. Dus dat was wel echt eventjes, ik dacht van oké, dat is moeilijk, maar ja, toen ik er stond, ik was meteen helemaal los, ik dacht bij mezelf, dus toch kei leuk, zeg maar. Mm-hmm. En vanaf toen is het balletje gaan rollen, dus ga je dromen na. Nou zijn we eigenlijk een stukje vergeten, want je hebt dadelijk twee singles uit. Klopt. De eerste single, daar hadden we het net over gevonden. Ja. Die mag jij dadelijk aan gaan kondigen, maar ik wil toch nog heel even iets weten over je nieuwe single, Lieve Oma. Dat mag zeker. Nou zei jij al, het is een cover. Ja. Maar heb jij ook iets met het nummer zelf? Dat je terugdenkt aan jouw oma? Of? Ja, zeker. Ja, ik ben in de afgelopen 3 jaar allebei mijn oma's verloren. En ik zat bij Roy Otters. En ik had eigenlijk al een nummertje voor mijn neus. En hij zegt, nee, dat is hem niet. Hij zegt, dat gaan we niet doen.
Ik mocht Van Roy het nummer wat ik voor mijn neus had, mocht ik niet doen. Hij zegt, ik heb iets veel mooier, zeg, omdat jij in de afgelopen 3 jaar allebei je oma's bent verloren, heb ik deze voor je klaar liggen. Nou, dus ik kijk Roy aan en ik zeg zo van, ja, dat lijkt me wel leuk, zeg maar. Ja, ten ere dan van mijn oma's, zeg maar, voor hun eigenlijk speciaal, ja, ga ik dit nummer dan doen, ja. Had je een goede band met je oma's? Ja. Ja. Sorry. Nee, maakt niet uit. Ik denk, ik wil er echt over praten, omdat ik denk van, ja, het heeft toch een achterban met het nummer. En de mensen mogen gerust je gevoelens zien. Klopt. Ja, want iedereen verliest wel eens een dierbare. En dan moet je je gevoel ook in kwijt kunnen. Klopt. Maar we gaan nu naar het vrolijke stuk, want ik wil. Ik zou heel graag willen, maar dan zonder traantje. Dat jij jouw eerste clip vast aan gaat kondigen in dat die camera. Dat is goed. Beste mensen, mijn eerste nummertje is gevonden. Heb ik op 11 maart 2023 uitgebracht. Is een superleuk nummertje, gebaseerd op de swingende melodieën van Raymond Hermans. Dus ik zou zeker zeggen, kijk de videoclip gevonden. Mag ik je bedanken, want ik vond het super dat je er was. Ja, jij ook, dankjewel. En dat je toch zo lekker openhartig bent. En ik vind je echt een top van de knul. En dankjewel. Ik hoop dat bij jou de goede kant op gaat. Komt helemaal goed. Geniet van het leven en geniet van het zingen. Jullie ook. Oké. Yes. En wij zien elkaar volgende week weer terug met nieuwe gasten. En ik zou zeggen, tot dan. Totaal van slag, voel meteen een klik toen ik jou daar zo zag. Gedachten waren zoek, net als een open boek. Maar toen ik jou zag staan, kon ik het niet weerstaan. Want jaren was ik bezig, op zoek naar het geluk. Ik denk dat ik het vond, vond het in jou terug. Want ik keek in jouw ogen, hoop dat jij mij ook ziet. En één ding moet je weten, jij bent mijn favoriet. Ik heb je nu gevonden, jij bent mijn favoriet. Ik voel mij zo verbonden, want ik heb jou gevonden. Zo kijk eens in mijn ogen, wat jij nu in mij ziet. En zeg me nu de waarheid, of wil je dat soms niet? Het lijkt alsof de maan en sterren om mij heen op ons zijn ingekomen. En weet je wat mij raakt? De warmte die nu neerstrijkt, omdat ik jou graag mag. Jij blijft mij telkens raken en ik wil telkens meer. Ik voel de adem beven en voel het elke keer. Want ik keek in jouw ogen, hoop dat jij mij ook ziet. En één ding moet je weten, jij bent mijn favoriet. Ik heb je nu gevonden, jij bent mijn favoriet. Ik voel mij zo verbonden, want ik heb jou gevonden. Zo kijk eens in mijn ogen, wat jij nu in me ziet. En zeg me nu de waarheid, of wil je dat soms niet? Ik heb je nu gevonden, jij bent mijn favoriet. Ik voel mij zo verbonden, want ik heb jou gevonden. Zo kijk eens in mijn ogen, wat jij nu in me ziet.